Nou, we hebben nog 15 seconden. We hebben nog 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en gaan! De groene vlag wordt getoond. Rijden maar. Goedenavond. Vanaf mijn zolderkamer, 325 meter van wielerbaan Geleen vandaan, is dit Koers op Rollen online met mijn vaste sidekicks. Natuurlijk, Ad Wijnands in Maastricht en Jacques Teunissen in Hoensbroek. Hallo. Goedenavond, mannen. Hallo. Hoe is het met jullie? Goed. Ja, na gisteravond gaat het een heel stuk beter. Wat heb je gisteravond gedaan, Jacques? Ik heb gisteravond de wijk verkend. Ik zag het. Je gaat postbode worden, of wat is de bedoeling? Ja, ik zat gisteravond een beetje voor me uit te staren. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, weet je wat ik na het stoppen met werken ga doen? Ik ga postbode worden. En ik heb de fiets gepakt en ik ben alle straten van de wijk afgegaan. En ik ben nou eens aan het kijken, want het schijnt dat je van bovenaf, als je dat op een goede manier doet, kun je hele mooie patronen in de wijk fietsen. Alleen één nadeel heb je wel, als je drie of vier keer langs hetzelfde adres komt en er is zo'n WhatsApp-app, ja, dan moet je uitkijken, want dan heb je zo'n politiebegeleiding, hè. Tigo is ook aanwezig. Ja, Tigo. Mooi. Dat zag er mooi uit, hoe jij gefietst had. Absoluut. Het is vandaag donderdag, zeg ik, 23 april, Koers op Rollen, wedstrijd nummer 10 alweer. Vandaag in de uitzending, natuurlijk, Amber. Die zien we daar in het oranje onder fietsen. 11-jarige Amber uit Heerenveen gaat een uur lang op rollen fietsen voor Paulien van Deutekom Foundation. En iedereen kan haar steunen door te doneren op www.paulienvandeutekomfoundation.nl. Er staat ook een donatiebus buiten, heb ik begrepen, bij hun huis in Heerenveen. Dus mensen die daar in de buurt wonen, loop er gerust even langs, duw wat in het pot en dan komt het allemaal naar het goede doel. Ik zelf doneer 1 euro per gereden kilometer. Amber, let je even op. Amber, let op. Hè. 1 euro per gereden kilometer. En de Stichting Wielerbaan Geleen verdubbelt mijn bedrag. Dus zet het op, hè. Volle patat vandaag. Goed. We krijgen straks ook nog Mireille Rijnsma in het programma. En Mireille is van Paulien van Deutekom Foundation. Dit is een voorwaardig lange baanschaatser en marathonschaatser. En zij komt straks vertellen wat het Paulien van Deutekom Foundation precies allemaal doet. Dus dat is heel mooi. Nou, verder hebben we natuurlijk nieuws uit het peloton. We hebben weer een gedicht van Henk Verdonkschot. En kijkersvraag kunnen we ook nog doen, Jacques. Dus als jij nog iets in petto hebt, misschien een beetje met Luik Bastenaken Luik. Want die zal eigenlijk aanstaande zondag geregeld worden. Kijk, helemaal goed. Super. Helemaal goed. En we gaan naar beelden kijken uit 1983. Want toen fietste Ad Wijnands mee in Luik Bastenaken Luik. Ik moet wel even zeggen, we hebben even getest daarnet. En het komt een beetje hakkelig over. Maar het is absoluut leuk om Ad even te zien in beeld. Zoals hij er vroeger uitzag. En dan zie je toch wel gelijkenis met Lars nu, moet ik zeggen. Maar wat ik me wel afvroeg. Ik zie Ad op een gegeven moment heel duidelijk zwaaien naar de camera. Wist hij toen al dat er Koers op Rollen was? Ja, ik kon al 40 jaar vooruit kijken. Ja. Mooi, hè? Ad, hoeveel keer heb je de Luik Bastenaken Luik gereden? Ja, dat zal ook zoals de Amsterdam Gold Race, een stuk of 10 keer, denk ik wel. Hè. Dat is toch... Alleen ja, dat is Luik Bastenaken Luik is een koers waar je het ene jaar zeg maar, als een beginneling wordt gelost. En het andere jaar zeg maar, als het ware ja, over de heuvels zeg maar, heen vliegt als het ware. Dat is heel ja, dat is natuurlijk altijd begin van het jaar, voorjaar. Als het in Luik regent, ja, dan is in principe in de Ardennen, ja, dat kan nog sneeuw liggen. Hè. Dat is... Ja, dat is een jaar geweest hè? Met Hino toen, geloof ik, was dat. 1980 was dat, ja. Dat zijn ook heel historische beelden, maar daar kunnen we misschien wel eens later op het jaar op terugkomen. Maar als je toch ziet, we hebben hier in Limburg natuurlijk de Keutenberg, Kouwberg, Slingerberg en noem maar op, zeg maar als het ware, Loerberg, Meisselbosweg. Maar als ik de namen zeg maar
in Luik waar staat de Luik noemt, dan lijkt het net alsof het ergens heel ver weg is. Hè? Bijvoorbeeld de Côte d'Ivoire, La Redoute, Haute-Levée, Le Rosier, de Monteux, Le Forge. Ja, dat klinkt allemaal heel ver weg, maar dat ligt eigenlijk heel vlak. Ja, vlak niet, maar in ieder geval redelijk dichtbij over in de grens in de Ardennen. Over de grens in de Ardennen. En dat, ja, dat zijn toch langere klimmen dan in Limburg. En dat, ja, dan kom je toch steeds, ja, toch wel eens een keertje 10, 12 minuten zijn er klimmen bij waar je dus toch omhoog moet blijven duwen trekken. En dat is, het ene jaar valt dat mee, het andere jaar valt dat heel vies mee. Ja, maar goed, als sprinter, kon je daar goed uitwijken in dat Heuvelland? Ja, dat, ik was eigenlijk, ik heb mijn meeste overwinningen heb ik inderdaad in een sprint gewonnen. Vaak in een kleinere kopgroep, grotere kopgroep, af en toe ook een mastersprint. Maar ik kon eigenlijk toch, ja, moet ik zeggen, in de Ardennen kon ik heel goed mijn weg vinden. Bijvoorbeeld de Ronde van de Romandie. Ik heb in de Dauphiné, in de echte Kools, daar ben ik een keertje vierde geworden in een echte Alpenrit. Ik ben zelfs 12e op Auxerre-Mallet in de Tour de France binnengekomen in een rit. Maar goed, het is natuurlijk een etappekoerste zaak om dat iedere dag weer opnieuw te doen. Ja, dan kom je toch een beetje in het genre van de etappecoureur zijnde. En dat was het toch, ja, moet ik zeggen, een stukje minder. Ik was eigenlijk iemand die wat, als het allemaal een beetje mee zat, qua weersomstandigheden rond de 18, 16 graden droog. Nou, en ik had mijn dag, ja, dan moesten ze toch, waar dan ook rekening met me houden. Ja, we gaan straks nog even kijken naar dat beeld. Mooi beeld is dat van Luik, Baarsluik-Luik. We gaan even de deelnemers opnoemen. Dat is een categorie 40 min. Stevens Bram Beenkens doet weer mee uit Margraten. Goedenavond Bram. Dan hebben we Jeroen Domme. Die zit volgens mij nou in Borren, maar woont achtig in Hoensbroek. Nee, zitten jullie allebei in Hoensbroek? Ah, oké, wacht. Zullen we even het geluid aan? Allebei in Hoensbroek. Nu allebei in Hoensbroek. Ah, oké, super. Ja, dan zien we natuurlijk ook Matje Domme weer. Je gaat weer een licentie aanvragen, heeft hij gezegd. Dus ik ben benieuwd. Ja, dan maar dat doen we ook wel. Ja, maar waar Matt is, daar is ook Yvonne. Yvonne, sta jij naast Matt? Ik heb het binnen gezet. Ah, die zit binnen te kijken. Nou, heel goed. Ja, super. Succes. Succes, mannen. Dan hebben we Frank Meels en Geleen, die doet mee. Dan hebben we de mannen 50PLUS, Danny De Lange uit Evergem, België. Welkom. Robert Wendler uit Doenrade. Dan hebben we onze troetel Fransman weer. Francis Popel is er ook. Bonjour. Of hoe zeg je goedenavond? Bonsoir. Bonsoir, ja, tuurlijk. Oh, hij heeft wat in zijn handen. In Nederlander, dat is de nieuwe. Frans Woordenboek. Ik zie het niet. Volgens mij heeft hij een Frans Woordenboek voor dummies in de handen. Dat is het ronde boek van... Very nice that you are with us, Francis. Dan bij de dames. 40PLUS, Nicole Hoekenberg. Nieuwstad is erbij. Ella Leurink in Heerenveen. Dan zien we Yvonne Zilvertand uit Geleen en natuurlijk Amber Veller. En dan zouden nog twee jongetjes meedoen, maar volgens mij komen ze niet ingelogd onder. Dus misschien komen ze nog later erbij. Even kijken, Amber Veller, hoor jij mij? Amber, ja, wat? Ja. Wat wil je precies doen vanavond? Wat kan je doen? Opa! Stil even, Amber. Ik ga fietsen voor onderzoek naar longkanker. En hoe kom je daarbij bij dit idee? Hoe kom je daarbij? Je kan er niet. Nou, de vader is vorig jaar overleden en heeft zijn doel om deze dag eigenlijk positief af te sluiten. Ja. Maar dat, ja, is heel, dat is heel mooi. Maar we gaan er wel voor, hè? Dat is een goed streven, meid. Heel goed. Toppie, we zijn trots op je dat je dit doet. En we hopen natuurlijk ook een mooi bedragje te vinden. Zeker weten, dankjewel Michel. En 11 jaar is die kanjer. 11 jaar dan hier gewoon even de benen
uit haar kont fietsen. Helemaal top, super. Nou, dan hebben we even kijken. Ik moest de link nog een keer doorsturen, schijnbaar. Dus ik ga dat nog eens even op die andere laptop doen. Kijken of dat lukt. Even kijken. Dan moeten ze wel weer met een achterstand beginnen, maar dat zal wel loslopen. Nou, weg is die. Ja? Nou jongens, en het was vandaag een supermooi weertje. Ja. Wie van jullie is er nog buiten gaan fietsen? Even de vinger omhoog. Yvonne, waar ben je naartoe geweest? Het Heuvelland. Mag dat? Nee. Door de week wel, hè? Nee. Ook niet? Nee. Nee. Nou, was niemand te zien verder. En dan wordt op dit moment heel strak gecontroleerd. Ja, dan heb je echt geluk gehad, hoor. Als je geen bestemmingsverkeer bent of geen echte reden hebt om daar op je fiets door het Heuvelland te gaan, dan ze schrijven meteen op dit ogenblik. Ja, ik dacht inderdaad ook dat ook voor de hele week geldt. Niet alleen maar voor het weekend. Oké. Okay. Ja, tot en met maandag. Oké, okay. Dan moet het weekend weer de andere kant uit. Ja, precies. En voor de rest niemand met dit mooie weer gaan buiten fietsen? Nee, niemand. Nou, dan komen... Oh, kijk, daar komen Tom en Bradley dadelijk ook nog. Met de zon in de rug. Diego, hoe is het met jou, jongen? Goed. Ja? Hoe bevalt je nieuwe fiets? Ja, dat ziet er ook mooi uit. Is de fiets beter dan die vorige? Ja. Ja, nou kijk, en daar zitten de mannen Thor en Bradley. Hoor je mij? Ja. Oké, okay, jullie moeten daar wel echt vlammen, hè? Want jullie moeten de rest in gaan halen. Ja. Ja. Nou, super. Had jij een mooie vraag? Of Jacques, een mooie vraag voor de mensen? Ja, ik heb wel een leuke vraag. Die gaat natuurlijk over luikbarsten naar Keluik. En ik zou er eigenlijk een drieluik van willen maken. Ik zou hem willen opbouwen van oud naar jong. Dan is vraag 1. Vraag A is, hoe heet Luik-Bastenaken-Luik ook wel? Heeft een hele mooie naam. 1B is, wat is het minste aantal renners dat ooit de finish heeft behaald? En 1C is... Ja, we hebben het er net al heel kort over gehad. En 1C is, en dat is eigenlijk best wel opvallend, Luik-Bastenaken-Luik speelt zich af in België, dan zou je toch eigenlijk denken dat er heel veel buitenlanders zijn die daar een overwinning gepikt hebben. Hoeveel Belgen hebben vanaf het begin tot en met 2019 Luik-Bastenaken-Luik gewonnen? Dus het zijn 3 vragen in 1. Noem de mooie bijnaam, als het ware, van Luik-Bastenaken-Luik. Hoeveel renners waren er op enig moment het minste aantal renners dat ooit de finish heeft bereikt? En hoeveel Belgen hebben tot en met 2019 Luik-Bastenaken-Luik gewonnen? Ja, dat is een mooie vraag. Ik ben benieuwd. Als er reacties komt van de kijkers, dat kunnen wij terugzien in de... En de Facebook Messenger. Ja, degene die dus als eerste op Facebook A, B of C, het doet er even niet toe, maar in ieder geval het antwoord geeft, is natuurlijk de winnaar. En als ik het net goed zag, dan heeft Diane Loos, die zit alweer achter de mee te kijken. Ja, die mag natuurlijk niet meedoen. En ik zag net ook de moeder van Jeroen en de vrouw van Matje, die zag ik naar binnen vliegen. Maar ja, die heeft ook al een boek gehad, dus ook die mag deze niet meedoen. Ja, dit is nog een mooie boek. Het is trouwens het laatste boek dat ik heb van Tony Stroeken, Historie WK wielrennen in Limburg. Ja. Er staan alle beelden stil, dat zie ik wel. Oh ja, is die nou ook daar? Ik zie het, ja. Nu okay. Heb je via Zoom gedeeld, maar op Facebook, ja, daar is die. Nu is die op Facebook. Kijk, rijdt een kopgroep van 3 man.
En daar zit ik dan eigenlijk bij. Dat is eigenlijk ver in de finale. Ik rij in dat bekende T.I. Rally shirt. En ja, dat was Jostein Wieleman en Regis Kleer. Met z'n drieën zijn we net weggereden uit, ja, uit de groep van 35, 40 man wat er over waren. En ja, moet ik dat zeggen, op een gegeven moment, die weg waar we nu op rijden, is eigenlijk net geasfalteerd. Nieuw asfalt. En zometeen, ja, hoe lean kun je zijn, kijk ik om hoe ver dat we eigenlijk voor liggen. En op het moment dat ik omkijk, rij ik over de, volgens mij de enige steen die wat op die hele weg lag, rij ik met mijn voorwiel dwars overheen. En dan krijg ik dus eigenlijk een hele, ja, langzame afloper. We hadden op dat moment misschien, nou, wat hadden we? Was net, de ontsnapping was net op gang gezet, een 10-15 voorsprong. Ja, kijk, ik kijk nu om. En ja, goed, daar is het eigenlijk al gebeurd. En ik vraag natuurlijk om assistentie van een ploegleider. Maar ja, die zit achter een verbrokkeld peloton te rijden. De neutrale auto, die rijdt nog voor ons. Dus ja, je kunt je voorstellen dat ik heel lang heb moeten wachten eer dat ik een voorbeeld kreeg. En ik kwam aan de voet. Kijk, even voor de bewijsmaterialen. Hij is echt leeg. En dus aan de voet van de Lage Doet kom ik eigenlijk weer terug in die groep. Ja, waar we eigenlijk uit ontsnapt waren. Die twee liggen nog voorop. En ja, de twee die wat eigenlijk overblijven, die worden aan de voet van de Leforge. Dat is de laatste klim in de tijd. In Luik-Bastak-Luik. Worden die bijgehaald door Stefan Rooks en Steven Roche. Ja, en in die beklimming bovenop is Rooks weggereden en die wint Luik-Bastak-Luik. Nou, je kunt je voorstellen, als we met z'n drieën waren gebleven, dan hadden we natuurlijk meer voorsprong gekregen als met z'n tweeën. Ja, dan waren ze eigenlijk, denk ik, misschien ja, vlak voor Luik of in de afdaling naar Luik bijgekomen. Ja, dan was het eigenlijk uitgedraaid, denk ik, op een groep, op een sprint met, ja goed... Toen dat tijd was ik heel grap, dus dat is eigenlijk een beetje ook een kentering in mijn carrière geweest. Van als ik die koers, ja goed, ik had echt de benen om te winnen. Maar ja, het noodlot, dat slaat toe op de gekste momenten. Ja, Rooks, die wordt na de koers natuurlijk gevierd als de nieuwe coming man. Terwijl iemand die wat die dag 14e wordt, dat was ik, ja, misschien nog wel betere benen had als Rooks. Ja, zo zit wielrennen natuurlijk een beetje in elkaar, hè. Dat is niet altijd... ja, het resultaat is niet altijd na van hand, zeg maar, de benen wat je hebt. En dat was eigenlijk, ja, heb ik nu nog wel eens af en toe, ja, moet ik zeggen, niet slapeloze nachten van, maar dat denk ik toch bij mij, had ik nou een keer lekker. Maar ja, goed, iedere keer als ik dat filmpje opzet, rijd ik weer iedere keer opnieuw lek. Dus ja, het gaat nooit meer veranderen. Hoeveel ben je geworden uiteindelijk? Ja, we reden eigenlijk, ja, moet ik zeggen, Cerrone was toen wereldkampioen, die wordt tweede. Die zit ongeveer op 6-7 seconden van Stefan Rooks. En wij zitten met een groep met Zoetemelk, met Van der Poel en ja, wie zat er nog allemaal bij? Van der Velde zitten wij eigenlijk, ja, weer 4 seconden achter Cerrone. Dus, en ik werd 14e. Maar ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik daar lek rijd, en dat is misschien nog een kleine 30 kilometer tot aan de aankomst, heb ik alleen maar zitten balen en uiteindelijk helemaal niet meer bezig geweest. Terwijl eigenlijk misschien, als ik nog de moraal had, alsof ik in de groep misschien nog wat terugkomen. Maar ja, goed moment, stort de wereld in elkaar. Je ziet iedereen voorbij rijden en dat komt, je moet je voorstellen, die groep waar we uit weg reden, dat was ongeveer 35, 40 man, maar op de muur van Teu, waar wij weg reden, ja, de coach, ja, hoe noem je dat? De muur van Teu, daar is eigenlijk achter die groep is alles verbokkeld. Eer dat die ploegleider bij je is, ja, ja goed, dan is een anderhalve minuut is eigenlijk voorbij. En dan een lange aandaal, de afdaling naar Rémusot, waar zeg maar Philippe Joubert geboren is. Ja, dan ga je de straatjes door, dan ga je de Lage Doet op. En vlak voordat je dus rechtsop draait. Langs de autobahn op, toen kwam ik weer terug in de groep van Hino en Rooks. Dus ja, met
Maar goed, uiteindelijk een week later was de Amstel Gold Race en toen dacht ik het allemaal wel goed te maken. Maar daar ook weer door de tactiek van de ploeg was het allemaal een beetje anders gelopen. Maar het waren wel twee weken die wat misschien wel de beste weken waren, ondanks dat ik de Tour etappes natuurlijk ook hoog heb staan. Maar qua fysiek sterk zijn was Luik-Bastak-Luik 83, Amstel Gold Race 83. Waren mijn fysiek sterkste momenten eigenlijk, hoor. Zelfde nog geven na. Ja, maar goed. Het grappige is, ik kan nu wel zeggen, ik herinner me nog wat die commentator zei, maar goed, ik heb het filmpje vanmiddag ook heel even bekeken. De commentator die was ook heel vol lof over de manier waarop jij op een gegeven moment ook aanpakte. Hè? Toen jullie reden met z'n drieën, en je zei net het was ongeveer 30 kilometer, dat klopt. De commentator gaf aan 38 kilometer voor het einde. Toen jullie daar op een gegeven moment wegsprongen. Waarbij jij in ieder geval niet, maar een van die twee medevluchters, die trapte nogal behoorlijk zwaar. En vervolgens zag je ook op een gegeven ogenblik een heel stuk waarop Hinault voor Zoetemelk reed. En dan zag je ook het hele duidelijke verschil tussen eigenlijk dat hele losse trappen met een hoge cadans. En als het ware, als je dat zo noemt, het stoempen op de pedalen om vooruit te komen. Terwijl in dat groepje waar jij in zat, een paar keer was er een vluchtpoging. Ja, dan zag je dat jij daar met eigenlijk op souplesse naartoe sprong om weer mee te gaan. Dat was mijn sterke punt eigenlijk. Ja, het leek altijd alsof ik in een pakje zachte boter trapte. Maar die dag was ik echt heel goed in orde. En kijk, als je pas wegrijdt, is het altijd vooral bij TI Rally toen dat tijd. Wij zaten in die groep van 40 man ongeveer. We zaten met 5, 6 ploegmakkers. Ja, als je dan direct in een kopgroep zit, dan ga je niet eerst vol doorrijden. Daarom kijk ik naar die beklimming van de motor eigenlijk om of ze er aankomen of niet. Nou, daar kwamen ze eigenlijk niet aan. En ik denk, nu ga ik vol meerijden. Maar op een moment dat ik hem weer terugdraai, word ik ineens top. Ja, dat was die steen. Was het over eigenlijk. Over en uit sluiten maar met je goede been. En dat zijn toch zure momenten waar je eigenlijk voor de rest van je leven tot een vraagteken hebt van als die lekker band er niet was. Maar ja, goed, dat is topsport. En er zijn ook nog heel veel andere mooie momenten geweest. Dus wat dat betreft, ik heb Henk voor het Domschot aan de lijn. Henk, hoe is het met jou, Henk? Goed, de omstandigheden wel. Heb je nog kunnen fietsen? Vandaag een leuk toertje gemaakt, ja. Hoeveel kilometer heb je gefietst? Niet zoveel, 30. Nou, dat is toch netjes, absoluut. Nou, wat heuveltjes. Oké, ja. Nou, dan laten we het helemaal niet meer over Heuveland hebben, want dan mag je niet fietsen, Henk. Dat weet je toch, hè? Ja, dat weet ik. Oké, ja. Je hebt weer een mooi gedicht voor vandaag klaarstaan. Waar gaat het over? Even kijken, we moeten naar de Kotelaarroute gaan. Van Zuiden. Ja. Ik zou zeggen, begin maar. Oké. De parels van ons zuiden, soms lieflijk, soms uitdagend, komt men ze tegen. De heuvels en bergen in ons zuiden gelegen, tot ver over de grenzen geroemd en met ontzag genoemd. Menig groot kampioen mocht hier triomfen beleven en hun naam voor eeuwig eraan geven. De grote wielerhistorie is vaak beschreven, maar uitdaging is nog steeds gebleven. Ook wij mochten onze sportieve krachten beproeven. En trachten elkander af te troeven. Het beklimmen kon je vaak vluchten, ook soms een zomper, net als het leven. Het hielp je soms grenzen te verleggen, dat voor karakter, zo ze zeggen. Ze nodig uit de uitdaging aangaan. Dit gevoel kan je sterken in je bestaan. Dat is het. Wauw, heel mooi, Henk, absoluut. Ziek. Een boek uit, Henk, heb ik begrepen. Henk? Hier zijn we nog. Er komt ook een boekje uit, zei je? Oké. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hartelijk bedankt voor je vanavond, voor de bijdrage vanavond. En dan spreken we jou volgende week dinsdag weer. Is goed. Doei, doei. Tot ziens. Michel, ik heb niet lekker slecht nieuws. Het goede is, ze hoeven nog maar 35 minuten te fietsen. Dus... in deze temperatuur, want ik zag Paul net eventjes een moment van verzwakking tonen, maar dat was volgens mij gezichtsbedrog. Het slechte nieuws, het minder slechte nieuws, is heel zwak ingetrokken. Oh, hoezo?
er werd gehouden door iemand die wel zo sportief was om aan te geven. Die had sowieso, hij had het juiste antwoord gegeven, maar gaf vervolgens dat hij eerder een boek over. We hebben daar al een aantal keren over gecommuniceerd dat degene die al een prijs gewonnen heeft, niet nog een keer mee mag doen. Dus we houden het boek even in de aanbieding. Ja, nou, dat is goed. Dan gaat hij mee naar de volgende keer. Ik zie dat inmiddels Marije Rijnsma erbij is. Goedenavond, Marije. Goedenavond, hoi, hoi. Allemaal. Super dat je erbij bent vanavond. Kijk daar, Ella en Amber, zie je ze daar? Ja, dan moet ik even switchen. Hoi. Goed ben je? Marije, fijn dat je erbij bent. Ik hoor die fiets voor de Politiek Foundation. Wat is het precies voor een goed doel? De Pauline van Deutkamp Foundation is een goed doel die geld inzamelt voor longkankeronderzoek. En wij hebben. We hebben die stichting gestart naar aanleiding van het overlijden van een van onze vriendinnen, Paulien van Deutekom. Oud schaatser en een vriendin van een vriendinnengroep die ook uit het schaatsen is ontstaan. En Paulien heeft in juli 2018 te horen gekregen dat zij longkanker heeft, dat bij haar longkanker was gediagnosticeerd. En zij heeft maar een half jaar kunnen vechten tegen deze ziekte. En heeft ze helaas de strijd moeten staken. Wij hebben als vriendinnen daar machteloos toe staan kijken. En hadden heel erg de behoefte om met die machteloosheid toch iets te doen. En om te zetten naar actie. En vanuit daar hebben we een actie opgezet. En kregen we zoveel bekendheid daarmee. Dat we zeiden, ja, maar nu moeten we ook iets neerzetten. Waarmee we meerdere jaren iets goeds kunnen doen voor mensen die longkanker krijgen. Daar is heel veel onderzoek nog voor nodig, omdat het een van de vormen van kanker is waar eigenlijk in veel gevallen maar een klein stukje verlenging van leven is, maar genezing onmogelijk. Dus daarom zijn wij die foundation gestart. En zeker met de gedachte, Paulien was iemand die heel graag voor mensen dingen deed. Die stond altijd klaar om iets te doen voor een ander, altijd met een glimlach. En zeker in die gedachte, dat nemen wij mee, dat wij voor andere mensen iets kunnen doen, zodat ze langer bij hun familie kunnen blijven en kunnen genieten van het leven. Ja, absoluut. Een heel goed, goed doel, inderdaad. Hoe vind je dat Amber het dat vanavond zo doet voor jullie goed doel? Nou, ik vind het sowieso super dat Amber ook haar eigen verdriet en haar eigen wat ze heeft meegemaakt weer omzet in het doen voor iets anders. En als je dat dan ook nog kan doen middels een sport, dan sport is sowieso een hele verbindende factor. Iedereen vindt sport fijn, bewegen is gezond. En als je dat dan ook nog doet met deze mooie gedachten, dat is fantastisch. En dat is inspirerend voor iedereen. Ja. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, ik vind het helemaal top dat ze dit doet. En ik zie Amber regelmatig op de ijsbaan. En dan vraagt ze ook elke keer, Mireille, kan ik wat voor jullie doen? Mag ik jullie helpen? En dat is best lastig. Want ja, sommige acties zijn niet op die af. Of er zijn elders. En wat kan je dan? Welke betrokkenheid kan iemand dan? Wat kan die bijdragen? Dus toen heb ik al tegen Amber gezegd, ga nou eens iets verzinnen wat jij helemaal zelf kan doen. Wat dan ook echt jouw prestatie is, jouw bijdrage met de gedachte van jouw vader. Toen ik dit berichtje kreeg, dat ze nu aan het fietsen is, dacht ik, wauw, kijk, ze heeft iets verzonnen. En dat is hartstikke mooi, want dan kan ze voor, ze heeft echt zelf iets gedaan. Ja, dat klopt. Nou, we hebben eigenlijk Amber met verdriet moeten afgeven, want zij schaatsen echt hier de sterren van de hemel op de ijsbaan.
alleen. Dus toen ze afgelopen jaar naar Heerenveen gingen, toen vonden wij dat wel heel erg jammer. Ja, natuurlijk. Want ook in Geleen moet er gewoon lekker geschaatst blijven worden. En in Heerenveen schaatsen heel veel mensen en het is toch heel mooi om te schaatsen. Maar ja, als er dan weer een trek uit Geleen, dan is dat weer jammer voor jullie natuurlijk. Ja, je hebt zelf ook geschaatst. Je bent lange baanschaatser geweest en marathonschaatser. Doe je nog echt wedstrijden schaatsen? Nee, ik schaats geen wedstrijden meer. Ik schaats nog wel voor mezelf en ik geef nog training. En ik ben op allerlei manieren nog betrokken bij het schaatsen. Mede omdat ik ook vind dat ik heb jarenlang kunnen schaatsen door zoveel vrijwilligers. Een sport is alleen maar mogelijk doordat er zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn. Daar draait het op. Dus nu wil ik mijn steentje bijdragen. En ben ik bij het bestuur van clubs betrokken, bij de bond. Ik geef training en ik schaats zelf ook nog. Schaatsen is echt een grote passie van mij. En als het had gekund, had ik zeker nog wel 20 jaar door willen gaan met wedstrijd schaatsen. Maar ja, zo zit een menselijk lichaam helaas niet in elkaar, dat mogelijk is op hoog niveau. Dus ik doe het nu gewoon met heel veel plezier. Ja, en hoe doe je dat bijvoorbeeld nou op dit moment tijdens de coronacrisis? Doe je nog iets voor sport? Hardlopen of iets anders? Ik loop nog hard en ik fiets en ik doe beide doe ik alleen. Ik woon in de polder, net onder Friesland. En het voordeel daar is dat je heel veel boerenweggetjes hebt waar vrij weinig verkeer is en ook vrij weinig fietsers. Dus ik zoek mijn route uit dat ik weinig mensen tegenkom. En we kunnen hopelijk over 2 weken weer beginnen met de looptraining voor de pupillen. Die hebben ook zin om weer aan de slag te gaan. En wellicht kunnen we een vorm vinden waardoor het ook voor de junioren mogelijk is. Wel met afstand behouden van 1,5 meter, maar op een groot veld moet dat prima kunnen. En dan kunnen we weer lekker met z'n allen bewegen. Ja. Kun je nog een oproep doen voor mensen die wat willen doneren aan jullie goed doel? Nou, dat kan ik zeker. Je kunt bij ons doneren op de site www.paulienvandeutekomfoundation.nl. Daar zie je een doneerknop. Als je daarop klikt, dan kom je meteen in het donatiescherm. En dan kan je zelf het bedrag bepalen wat je wilt doneren. Al heel veel mensen hebben dat gedaan afgelopen 1,5 jaar. Daarnaast kan je ook het Paulien Koolsjaaltje bestellen. Dat is een lekker soort buffje wat je met sport heel veel kan gebruiken. Ja, het weer is er nu op dit moment te warm voor. Maar als het weer wat frisser is, fietsen, lopen, schaatsen, kan je zo'n Koolsjaaltje gebruiken, ook vrij bestellen. En al dat geld gaat naar het onderzoek naar longkanker. En wat daar heel mooi aan is, Paulien van Deutekom heeft zelf in het Amsterdams UMC gelegen. En toen wij ook zeiden van, we willen heel graag iets doen voor onderzoek naar longkanker, toen hebben wij ook gesproken met de artsen daar. En gezegd van, wat zouden wij nou kunnen met een bepaald bedrag? En op dat moment hadden we 50.000 euro verzameld. En toen zei ze, dat is zo'n bedrag, daar kunnen wij een studie voor opzetten. En daar is meer geld voor nodig. Dan heb je het over tonnen. Maar met een halve ton, 5.000 euro, kunnen we echt al een substantieel start maken met een mooi onderzoek. Dan hebben we samen gekeken, wat is dan een onderzoek wat de moeite waard is? Nou ja, zoveel, hè? Maar daar hebben we uit gekozen. Ook iets wat wel dicht bij Paulien lag. Mensen met een vergevorderd stadium van longkanker kijken op welke manier kan die kwaliteit van leven nog worden gegeven en levensverlengend. Helaas wordt echt in veel gevallen longkanker in een vergevorderd stadium pas ontdekt. Wij hebben inmiddels weer ruim 1 ton verzameld. Ook dat gaat allemaal naar het longkankeronderzoek. En wij hebben daar een hele mooie verbondenheid mee met dat onderzoek. Omdat we daar echt gewoon van op de hoogte worden gehouden, weten we ook wat er met het geld gebeurt. En dat gaat daadwerkelijk in het onderzoek gestoken. En ook de patiënten die middels dat onderzoek worden geholpen, die weten dat dat onderzoek mede mogelijk wordt gemaakt door Paulien van Deutekom. En de artsen geven ook aan dat dat voor een merendeel van de patiënten ook inspirerend werkt. Van oké, wauw, dat ik daarbij betrokken mag zijn
En als ze dat net even dat extra stukje energie kan geven, dan is dat al heel mooi. Ja, nog eventjes. Ik heb even nog een vraag aan Ad. Ad, we hadden het al straks even over, hè. Die reporter die gaf aan, een van jouw medevluchters, die stoemte als het ware heel, met een heel zwaar verzet, die monteur omhoog. Hè. Hino deed dat ook. En dan zag je vervolgens, jij fietste in een veel lichter verzet en Zoetemelk deed dat ook. Als je nu onderaan een berg staat, waarvan je weet wat er aan staat te komen, wat zou jij dan adviseren? Dat je op een gegeven moment licht schakelt, maar nog wat over hebt? Of zo zwaar mogelijk beginnen en zo dicht mogelijk eindigen? Wat zou je hier kunnen adviseren? Ja, je hebt natuurlijk verschillende klims, maar als we gewoon Limburg nemen, maar je kunt ook op verschillende manieren een klim oprijden natuurlijk. Hè. Je kunt bijvoorbeeld de klim zo snel mogelijk proberen oprijden, of de klim zo gezond mogelijk, dus dat je bovenop fris bent, of dat je dus net alsof je in de kopgroep zit, dat je dus probeert de krachten te doseren. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je aan de voet van de klim eigenlijk, wat de meesten doen, is eigenlijk een klim beginnen en dan gaan ze eigenlijk veel te lang door op een te zwaar verzet, waardoor ze op een gegeven moment zo'n grote verzuring hebben dat ze dus terug moeten schakelen. Je moet eigenlijk, want vaak als je dus aan een beklimming begint, of het is vlak geweest, en zeker met trainen, of je hebt bergaf gereden en je gaat gelijk bergop, dan moet je eigenlijk proberen dat ritme, beenritme wat je op het vlakke en dat bergaf had, dat moet je proberen aan die voet van die klim ook te krijgen. Nou, dat wil zeggen dat je dus gaat terugschakelen en dan tot je eigenlijk in het begin van de klim misschien iets te licht begint, waardoor je gaandeweg de klim kunt bijschakelen. En dat heeft eigenlijk voordelen of in ieder geval twee bedoelingen. Het is in principe voor je moraal is het altijd beter om een tandje zwaarder te moeten zetten, waardoor je dus denkt bij je eigen begon, ik ben nog sterk, als dat je dus moet gaan terugschakelen en een lichter verzet. Tegelijkertijd kun je jezelf dan testen om zo lang mogelijk op dat licht verzet te zetten. Zit je in een kopgroep waar je overschot hebt, dus dat je zegt van goh, ze rijden voor mij veel te langzaam, maar je probeert toch in die kopgroep je kaarten niet vrij te geven, dan blijf je, zoals ik eigenlijk op de muur van Teu ook had, blijf je gewoon licht rijden. En dan blijf je eigenlijk van je krachten af. Zoals Hino eigenlijk de muur van Teu opreed in die forcing voeren, dat doe je eigenlijk op een iets wat te zwaar verzet, waardoor je moet blijven staan. Want in principe heb je dus ook een zittende positie waar je dus op je verzet aan aanpast. En je hebt een staande op je fiets waar je dus uit de zadel rijdt. Waardoor je altijd, kijk als je gaat zitten, dan ga je dus een draaiverzet hebben. En dan heb je niet de bonus of de luxe of de voordeel van je lichaamsgewicht. Ga je uit de zadel rijden, dan is het net alsof je lichaam een zak aardappelen is steeds op die duwpedaal. En dan kun je altijd het verhaal neerzetten van ga zitten. Een licht verzet staan. Ik ga uit de zadel. Nou, dan ga ik altijd een tandje iets zwaarder zetten, want ik heb dan het voordeel van mijn eigen gewicht. Dus zo kun je eigenlijk door het heuvelland eigenlijk een aantal uren of iemand die wat pas begint, die kunnen. Het moet niet altijd een kwelling zijn. Hè? Je kunt eigenlijk en zeker als je het iedereen gaat voor zijn blond zijn door een heuvelland rijden, op de fiets rijden. En dan ga je vaak eigenlijk jezelf te moeilijk maken. En dat komt eraan aan de voet van de klim. Proberen hetzelfde ritme aan te houden wat je op de weg had. Vlakke weg of afdaling. Nou, en dan probeer je in dat ritme. Ook kun je dus natuurlijk een ongeschreven wet is ook altijd dat je, als het nog niet nodig is om uit de zadel te komen, is het altijd aan te raden om de twee lantaarnpalen, deed ik vroeger altijd heel even een halve lantaarnpaal lengte, zo'n 25 meter, even uit de zadel te komen, even dat lichaam een extra scheut, fris bloed, al denk je het maar dat het is, ook al is het niet, dat zijn allemaal dingen die wat je uiteindelijk gaan helpen. Je kunt ook bijvoorbeeld klimmen aanpakken, terwijl je jezelf verplicht vanuit de klim tot
van de klim uit de zadel te blijven. Want als je ja, een kool op gaat rijden, een drie kwartier of een uur lang, ja, dat kun je ook niet de hele tijd zittende doen. Dat moet je ook afwisselen met uit de zadel, in het zadel, naar gelang dat de weg steiler wordt of niet. En als je dat niet getraind hebt, dan ga je heel snel verzuring krijgen in je armen, van je benen, als je je lichaamsgewicht uit de zadel moet pakken. Dus het is heel divers, maar het is het ontdekkingstocht, hè, van je eigen mogelijkheden en vooral van je eigen ja, plezier gunnen eigenlijk. Hè. Dat is, en dat kun je alleen... Als je zo kijkt, hè, zo, hè, waar wij ook dan even een enkeling daar gelaten, hè, ik heb het niet over Raoul, hè, want als die op een gegeven moment begint te fietsen, ja, dan, en Bram trouwens ook, want die komen ook wel eens op wedstrijden tegen. Ja, dan vallen de appels bijna van de boom af als die lang zijn. Maar als je nou gewoon hier zo door het heuvelland heen gaat, zeg je eigenlijk, wissel een beetje af. Hè? Als je een heuveltje hebt, want ik durf nog niet echt van een berg te spreken. Wissel af met staan en zitten. En probeer in ieder geval, als je... Ik vind dat ja, qua aanloop vind ik hem heel leuk. Maar dan heb ik het alleen maar over de aanloop. Als we van Epe uit richting de Kamer gaan, bij wijze van spreken, heb je een mooie aanloop. Dan kun je op een gegeven ogenblik een goed verzet kiezen om de eerste 200-300 meter misschien te pakken. Maar ja, ik heb meestal zoiets bij dat kruisbeeldje van, ik moet uitkijken dat we dadelijk niet van plaats verwisselen, dat ik aan het kruis hang en hij met het voetpermetje. Ja. Maar dat is even en dan is het van zitten en staan. En ja, om dan te zeggen van ja, je gaat staand de kamerrig omhoog, in ieder geval dat eerste stuk tot aan, wat is het, Bergrust geloof ik, heet dat ding daar. Hè? Ja. Dan moet je ook een goede conditie voor opbouwen natuurlijk. Ja, ja, maar dat is gaandeweg. Dat is ook met hardlopen of met ieder sport wat je gaat beginnen doen. Vaak eigenlijk te enthousiast, te stevig, waardoor je eigenlijk de andere dagen alleen maar last hebt van ongemakken. Je moet het proberen om te draaien. En dat kun je eigenlijk in principe het beste alleen. Want ga je dan met z'n tweeën, met z'n drieën. Dan is het weer een kwestie van meten en wie is het haantje. De een die traint iedere dag, de ander die traint twee keer of niet. Nou, en dan heb je het eigenlijk, gaat het eigenlijk allemaal om zeep. En dat zijn eigenlijk basistechnieken die wat je gaandeweg steeds een stuk minder moeilijk gaan maken. Het is nooit makkelijk, maar je kunt het jezelf wel iets aangenamer maken door dit zo op te pakken. Ja, want dan heb je ook de dag daarna nog een keer zin om op de fietsen stappen. Ja, je moet het opbouwen eigenlijk. Hè? Een opbouwfase, of dat nou voor wedstrijdrijders is of voor toerrijders. Je moet altijd proberen een 12 weken opbouw met 3 weken, zeg maar, qua zowel in techniek als in fysiek, conditioneel. Moet je proberen 3 weken op te bouwen, een week rust. En dan ga je weer 3 weken opbouwen, een week rust. En dan ga je weer 3 weken opbouwen, weer een week rust. Nou, dan ben je dus 12 weken verder. Ja. Maar de meesten die willen op tijd van een week dus af en toe op de fiets te zitten. En dat opbouwen heeft niet te maken met 1 keer per week. Als het met 1 keer per week is, is het goed. En als iedere dag is het ook goed eigenlijk. Hè. Dat is daar heb ik inderdaad ooit eens een keer iets over gelezen. Want er zijn erbij die ogenblik al na 5 of 6 weken, als het ware, als ze terugkijken op het einde van het seizoen. En ze kijken dan, ze evalueren dan hun eigen seizoen. Dan hebben ze de eerste 5, 6 weken. Schieten ze als het ware, schieten ze omhoog, ook conditioneel en qua uithouding. En vervolgens komen ze op zo'n punt aan dat er geen verbetering meer voor hunzelf in zit. Dat ze eigenlijk op dat, dat niveau wat dan bereikt is, dat ze blijven zitten eigenlijk. Terwijl als je gedoseerd, zoals jij dat aangeeft, met periodes van een aantal weken, blijft opbouwen tot het einde van het seizoen. Ja, ja, kijk, en je komt op een gegeven moment met dat verbeteren, kom je natuurlijk in de wet van de verminderde meerwaarde. Naargelang je conditie hoger is, hoe minder dat je dus vooruit kunt gaan. Op een gegeven moment. Dat gaat niet oneindig eigenlijk, hè? Maar het gaat er meer komen dat je vooral ook voor jezelf de keuze maakt dat rust misschien wel de allerbelangrijkste training is. Alleen je moet wel van iets rusten. En dat is een beetje, die balans moet je gaan vinden. En dat is eigenlijk, ja, dat kun je hulp bij hebben, dat kun je ook een zelfondervinding in krijgen eigenlijk. Ja. En dat is, en dat blijft, dat is van alle tijden, absoluut. Dat is misschien eens leuk om daar een van de volgende keren, want volgens mij heeft Michel nog wat mededelingen ook te doen. Misschien dat we, Art, als jij dat ook goed vindt, dat we daar in een van de volgende keren eens wat dieper op ingaan, wat trainingstips uitwisselen.
Ja, dat heb ik een nieuws voor jou, Jacques. Dat gaan we doen. ik heb nog even nieuws uit het peloton, mannen. We kennen al de data van de Tour de France en het WK. Tenminste, als dat doorgaat. Maar volgens de Franstalige tv-zender RTBF heeft de UCI zijn nieuwe kalender steeds meer rond. Ze zouden de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix respectievelijk laten doorgaan op 18 en 25 oktober. Onderverbouwd. Zo. Tja. Nou, dan is vandaag ook de tweede etappe in de virtuele ronde van Zwitserland gereden. Hij is gewonnen door de tijdrijder, wederom door de Zwitser Stefan Kühn. Hij degradeerde de afstand over 46 kilometer. Die werd afgewerkt op het Rovi-platform. Daar zijn ze in ieder geval serieus mee aan de gang in Zwitserland. Dat is wel leuk. Ja. Nou, dan gaan we even kijken naar ons. Redden we dat nog? Ons, ja, we hebben nog 8 minuten. Ja, oké, okay, wacht. Dan ga ik hem even erbij pakken. Hé, hey, die film had ik al gezien. Ja, deze, die gaat natuurlijk niet door. Dat mocht vanwege de nieuwe maatregelen die zijn getroffen. Dus we hebben deze zomer geen Glanar Velo Cup. Geen dinsdag- en donderdagavondkoersen op de wielerbaan. En verder hebben we geen starterskoers. Die gaat niet door. We hadden die gepland op de donderdagavonden op de wielerbaan. Gaan ook niet door. We doen tevens ook geen Klauterchrono dit jaar. Omdat we, ja, mochten we pas vanaf september kunnen fietsen, kunnen we 2 koersjes gaan doen. En dat wordt te weinig. Het werelduurrecord gaan we ook niet doen. Er was alweer iemand die wilde toch het uurrecord gaan fietsen. Iemand uit het noorden des lands. Maar dit is een evenement, dus dat gaan we gewoon niet doen. Daar komen we allemaal mensen op af. En dan hebben we alleen maar... Heb jij ook geluk eigenlijk, hè? Want jij zou dat dit jaar ook doen. Ik ga even gauw snel door naar volgende. koers op rollen, dat houden we echt tot 28 mei en dan stoppen we ook. Maar let op, vanaf na volgende week doen we alleen nog de donderdagavond koers op rollen. Dus volgende week dinsdag, 28 april, dat is het de laatste dinsdag. En daarna gaan we nog tot 28 mei door op de donderdag. Het fietsplezier voor de kinderen, daar krijgen wij morgen goedkeuring van de gemeente van, of dat mag doorgaan. Dus, maar ik stel wel al even het plan bekend. Vanaf 5 mei, iedere dinsdagavond vanaf 6:30 tot 7:10, met inachtneming van de 1,5 meter afstandregel en 1 ouder of verzorger per kind, kunnen wij de kinderen weer fietstraining gaan geven op de wielerbaan. En dan komt ie. Vanaf 5 mei, iedere dinsdagavond van 8:15 tot 8:20, hebben wij de Velo Show. En dan gaan we eigenlijk, zoals we dat nu ook al doen, tijdens koers op rollen, gaan we gewoon kletsen met gasten over wielrennen en wat al niet meer. De Coupe d'Hiver 2020-2021, die wordt naar voren gehaald. Dus even natuurlijk wel even kijken of wij vanaf september weer echt op de wielerbaan gezamenlijk mogen fietsen. Dan is dit het plan dat we op donderdag 3 september beginnen met de Coupe d'Hiver. Nou, en wil je de hele kalender zien, want we hebben hem helemaal aangepast, dan kun je kijken op www.stichtingwielerbaangeleen.com. Daar kun je alle informatie nog terugvinden van hoe en wanneer we gaan doen. Jacques, en dan denk ik dat wij naar de laatste 5 minuten gaan, toch? Wij gaan naar, over 5 seconden gaan de laatste 5 minuten in. En ik zie Thor en Bradley, die staan daar een beetje naar elkaar te kijken. Maar van fietsen heb ik die twee vanavond heel weinig zien doen. Ik zie die benen ook niet bewegen, hoor. Ze kijken wel naar het scherm, maar ik zie die benen niet bewegen. Nog 5 minuten, man. Ik kom op, fietsen. Het was een beetje een kruising tussen een Zwanenmeer en een balletshow. Ja, toch? Ja. Toch? Ja, absoluut. Ja, dat, is het, dat zijn de schrik van de buurt, dus, dat die twee, echt. Ja, als we 50 jaar terug zouden kunnen gaan in de... Er is zo'n periode geweest van die doofstomme films van twee van die mensen, hè, die konden dat ook zo doen. En dan deed de één die keek... Kijk, nou lopen ze alle twee weg. Hallo, mannen, terugkomen, terugkomen. Hallo. Geen ijsje dadelijk. Nee, maar als je dan naar kijkt naar Tigo, die trapt toch op dit moment weer de nodige kilometers weg.
En ik vraag me eigenlijk af, Tigo, kun jij, als ik nou aan jou vraag, heb je de fiets ook bij je als je naar bed gaat? Kun je daar antwoord op geven? Wat zeg je? Het was niet zo heel erg goed te verstaan. 4 minuten nog. Ja, nog dikke, nou, 4 minuten. We gaan naar de 3,5 minuut. En ja, ik weet niet of we een hapering hebben in het beeld vanuit België. Maar ja, Danny trapt toch op dit moment een beduidend ander tempo dan dat we de afgelopen weken hebben gezien. Ja, en Jeroen en Matt, ja, en Matt die denkt dat hij dat die houdt de duim al omhoog. Valt me nog mee dat hij de handdoek niet voor zich houdt om te laten zien wat voor sponsor op de handdoek staat. Maar dat zullen we voor deze keer maar even door de ving. Ach, kijk nou daar. Moeder houdt even de video ervoor, zodat Ando, daar is ze dan, hallo. Ja, we zien je wel. Aan de kant die twee willen fietsen. Mam, hoe gaat het met jou? Gaat het goed? Ja, dat moet je net vragen als je de bidon aan de mond zet. Mam, gaat het goed met je? We hebben nog een kleine 2,5 minuut en Ella die heeft volgens mij een lekke band. Of ze houden het voor gezien. En Amber, ja, Amber die fietst natuurlijk door, want die wil ook kilometers aan de eindstand toevoegen. Yvonne die begint last te krijgen van de 80 kilometer die ze vandaag al gefietst heeft. En die heeft zoiets van, was het maar 8 uur. Laat mij van die fiets afstappen, want ik heb het gehad. Francis, is everything okay in France? Volgens mij verstaat hij me niet. Nicole die blijft toch gewoon. Ja, bij Nicole zie je op het einde van dat uur eigenlijk geen enkel verschil met alle voorgaande versies. Hè? Ja, af en toe steekt ze de tong uit. Dan weet ik niet of ze dat doet. Zo van, joh, stop met ouwe hoeren en laat mij fietsen. En af en toe dan komt de handdoek wel in beeld. Ja, en dan hebben we gaan inderdaad 2 minuten. Iets minder dan 2 minuten hebben we. Ja, en Robert. Ja, ik snap wel dat Robert nou in zijn skielerpakje op de fiets zit. Heeft dat skielerpakje ook een zeem in de broek? Niet. Ik heb dat zie je niet. Ik heb een extra shell dingetje over het zadel heen. Ah, oké. Om het te doen. Ja, goed. Jullie hebben nog 1,5 minuut te gaan. Dus als jullie de kilometerstand naar boven willen afronden. Ja, Yvonne, een beetje meer tempo. Want het is nou net alsof je met Matt buiten aan het fietsen bent. Dat is een heel lang fietspad langs het kanaal af. Want die heeft het ook helemaal gehad gelopen. Frank, kijk wel voor zich. Mond open, vind je dat niet voor een tempo, dat zit er goed in. En wat gaan wij doen? Wij gaan naar de laatste minuut. En Danny krijgt nog wat woorden ingefluisterd. Die krijgt nog wat motivatie in zijn rechteroor. Hij weet even niet wat hij moet doen. Hij wordt goed aangesproken. Hij geeft nog een beetje gas en we gaan naar de... Even kijken, nog 40 seconden hebben jullie te gaan. Nog 40 hele seconden. Als je die laatste kilometer naar boven wil afronden. Frank met de mond dicht. We hebben het er net over gehad. Je moet een goede cadans hebben op de fiets. De juiste versnelling. Beneden beginnen en boven eindigen. Met nog 1,5 minuut te gaan. 1,5 minuut en dan mogen jullie stoppen. Als die 1,5 minuut voorbij is. Nico, zet hem op. Je kunt het. Probeer het nog 1 kilometer. Er is nog 20 seconden. 20 seconden. Amber, ook jij, je zal het nog een hele kilometer uit willen persen. Laat gaan, handen op het stuur. Ga staan, denk aan die eindsprint. 10 seconden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We zijn gestopt. Yo. Matt, je mag ook stoppen, want Yvonne is meteen gestopt. Ja, ik ga door. Wat ga door. Nicole die trapt uit en Frank die trapt. Op zich is dat natuurlijk wel goed. Hè? Als je heel even. Hè, ja. Michel, we kunnen ons nog herinneren dat Jan de Koning na zijn uurrecord iets te snel van de fiets afstapte en toen een kramp kreeg. Ja, waar hij volgens mij nog weken last van heeft gehad. Ja, toen heeft hij eigenlijk een uur lang op dat bankje moeten zitten, dan, inderdaad. Ja, dat klopt. Nou ja, alleen Jarne, waar is Jarne gebleven? Jan is op een of andere manier als hij niet erbij kunnen blijven. Misschien iets met zijn wifi, ik weet het niet. Frank, die is lekker op zijn gemak uit.
Nou, ik zou zeggen, maak dadelijk een foto van je teller, stuur me die door. En dan zal ik straks weer zorgen voor een mooie uitslag. Even kijken, Amber, kun je mij alvast vertellen hoeveel je er hebt? Amber, hoeveel heb je? 17. Zo. Super, en wie is die meneer daar achter jou? Dat is mijn opa. Ah, dag opa. Dag opa. Ja, superleuk. Francis, au revoir. Oui. Merci. Au revoir, bientôt. Et salut Hatch, à bientôt. En ook alle anderen allemaal, hartstikke bedankt dat jullie erbij waren. We gaan afsluiten met een mooi plaatje, even kijken of ik hem erbij kan krijgen. Ik ga mijn dag niet vandaag. Hoezo niet? Ja nee, dat, ik dacht dat je dat op zal zetten. Michel! Ja? Zeg dan. Dit is het doosje wat ik heb, wat mama heeft gemaakt voor het geld in te doen. Ah, mooi. Super, en heb je ook wat drinken gekregen? Ja. Nou, supermooi. Nou, we horen het eindbedrag gewoon strakjes wel. Ik geef je dat natuurlijk ook even door van ons. En diegene die wat nog wil doneren, kan dat natuurlijk op de Pauline van Deutekom Foundation.nl. Amber, goed gedaan. Dankjewel. Nicole, dat is 8 uur geweest, hè? Ja, wat is 8 uur geweest?